We zijn vandaag op de tuintjesmarkt in Magaren en dat zijn geen plantjes, maar gewoon een lekkere garage sale bij de mensen thuis. Ik ben heel benieuwd hoe gezellig het hier is. Wat heb je zojuist gekocht? Waschkookrijtjes voor de kleinkinderen. Ja, hartstikke leuk. Nou valt mijn oog natuurlijk niet op die spullen, maar op jouw mooie outfit wat je vandaag aan hebt. Oh, nou dankjewel, maar ik werd vanmorgen wakker. Ik denk tuintjesmarkt, bloemetjes, jurk, die heb ik nog. Dus die trekken we aan. Krijg je veel reacties op? Ja, heel veel, want er zijn weinig mensen die hetzelfde hebben gedacht. Wat vind je ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Gewoon gezellig, met de mensen praten en lekker wat verkopen. Ja. Er staat hier een heel mooi wiegje. Wat is daar voor het verhaal aan? Dat wiegje dat is bijna 100 jaar oud en dat komt uit Helvoort, van de familie Pulskus. Daar hadden ze 8 kinderen, die hebben er allemaal in gelegen. En één daarvan is de vader van mijn dochter. En mijn dochter en mijn zoon die hebben er ook in gelegen. Dus het is eigenlijk al een heel oud bedje. Ja. Zet die nou maar voor 10 euro hier? Ja, snap ik ook niet, maar dat doet mijn dochter, die geeft hier alles voor niks af. Die heeft al een hoop spullen verkocht en ja, neem maar mee. Nou ja, goed, dat is niet aan mij, dat moet ze zelf eten. Geen nieuwe kinderen meer in de familie? Dat weet ik niet. Voor mij niet. Nou ja, vandaag zijn we hier op de tuintjesmarkt in Magaren. Eerste keer dit jaar. Het is heel druk bezocht geweest de hele dag. Best wel wat verkocht. Jij ook, hè? Heel waar. Heel waar. En het was gezellig. Het was heel gezellig. We zijn gelukkig dat het weer kan. We zijn er super blij mee. Eerste dag meteen. Bingo. Dan mag ik al heel lang helemaal niks doen. En toen heb ik het omgedraaid. Ben ik naar de gemeente gegaan en zei, wat mag wel? Nou ja, markten mogen wel. Nou ja, en waar wij heel veel samen van houden is van kringloopwinkels. Ja. Lekker schuimen, hè, of zo precies, op markten. Dus dachten we, nou, dan gaan we dat doen in Magaren, in ons eigen dorpje. Superleuk, we hebben net een rondje gelopen in het dorp. We zijn inmiddels halverwege. Alleen maar positieve reacties gehoord. Volgens mij hebben mensen best wel verkocht. En hier heeft lekker opgeruimd. Maar ik denk het belangrijkste is dat mensen gewoon lekker samen zijn gekomen. We zijn vandaag eigenlijk spulletjes. Die hebben wij zelf ooit gekocht. Of gewoon oude spulletjes. En die hebben we vandaag gewoon hier neergezet om te kijken of het nog wat verkocht wordt. Wat oplevert. Ja. Zeker. Ja. Ja. Wat ga je ermee doen? Ik ga het lekker sparen, voordat ik later iets leuks kan van gaan kopen. Ik ga en dan sparen. Ja, gewoon op sparen. Maar op Koningsdag, een paar jaar geleden was het ook, maar nu met corona komt er eens niet meer. Maar ja. Nu is het wel leuk dat het weer kan. Om te onderhandelen hier hoor. Ja, dat moet ook. En betaald hè? Ja. Ja, bedankt. Ja, jij ook. Ja, dat doen we niet. Doen we gewoon boksen hè? Zo. Ja. Nou, veel plezier hè? Ja, houdoe. Ja.